je nog? Aandacht! Beste boeren, burgers en buitenlui. Vanaf woensdag 22 juli in het jaar des Heren 2020 is er in de heilige Sint-Genariskerk aan onze historische markt is er een prachtige tentoonstelling over het erfgoed van onze vestingstad Steenbergen. De tentoonstelling gaat over het erfgoed in de 6 woongemeenschappen van de gemeente Steenbergen. De tentoonstelling is te bezichtigen door het publiek tijdens de openingsuren van de VVV. En dat is deze maand woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Komt het zien, komt het zien en zegt het voort, zegt het voort. Mag ik dan Herman Steen dan vragen om als eerste spreker meer bekendheid te geven aan deze illustre oud inwoner en kunstenaar Niels Steenberg, waarvan nog heel veel kunstherinneringen in Steenbergen zichtbaar zijn. Ja, Herman, voor jou de microfoon. Fijn dat ik hier ben, want ik ben hier niet alleen. U allen bent er, maar ik heb ook een paar familieleden meegenomen. De zoon van de beeldhouwer Christian zit daar en mijn zoon zit daar ook. En die is hier in Steenbergen bezig geweest met het kopje van de Mariabeeld op de begraafplaats. Niels Steenbergen. Niels Steenbergen is geboren in Steenbergen. Dat gaf natuurlijk al direct wat hilariteit soms. En dat was, hoe is uw naam? Steenbergen. Waar bent u geboren? Steenbergen. Nee, uw naam. Weet je wel? Dus twee keer Steenbergen, dat was wel erg veel van. Ik realiseer me dat u eigenlijk helemaal niet weet hoe Niel Steenbergen eruit zag. Want die baard die is zijn hele leven met hem meegegaan. Dus we hebben een portret van hem in brons. Dat heeft Jelle gemaakt. Niel had een mooie kop, goede kop met haar en een prachtige baard. En het was een opvallende man om te zien. Een paar grote opdrachten staan mijn vrouw nog helder op voor de geest. Dat is het gesprek in Den Haag. Dat is dit beeldje, daar komen we zo op terug. En dan de bronzen deuren voor de kerk in Nazareth in Israël. Ik weet niet of iemand van u wel eens in Nazareth geweest. Ik zie iemand daar knikken. Nou, dat zijn twee enorme grote deuren bij twee portalen. Die heeft hij gemaakt als een bijzonder eervolle opdracht. Verder het herdenkingsmonument voor de Airborne Division in Veghel met de kankerroep, een hele grote steen. Het planen voor de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Daar zijn vast meer mensen geweest in de Sint-Janskathedraal. Nou, precies in het midden, onder de koepel, daar is het altaar en dat staat op een verhoging en de rand is gemaakt opnieuw. Uiteindelijk, in de tijd rond zijn ziekbed in 1997, vond hij het zo jammer dat hij moest stoppen. Hij had nog zoveel ideeën. Hij stierf op 8 maart 1997 thuis op 85-jarige leeftijd. En Niels Steenbergen ligt samen met zijn dalzen begraven onder de steen die hij al jaren in zijn atelier had staan. Bepalend voor Niels' carrière was het winnen van de Prix de Rome. De prijs voor beginnende kunstenaars, de staatsprijs, waarbij je op kosten van de overheid 3 jaar kon studeren in Rome. Niel won en beschouwde dat als de start van zijn beeldhouwerscarrière. Hij was trots natuurlijk en stuurde een telegram naar huis toe dat hij de gouden medaille had gewonnen en de volgende dag thuis kwam. Nou, dat moment was eigenlijk ook het laatste moment dat hij inwoner was van Steenbergen. Want daarna vertrok hij naar Rome voor dat jaar, het eerste jaar. Eind 1939 maakte Niel hier in Steenbergen het grote gemeentewapen op het oude stadhuis. We zijn er net al langs gekomen. En het vredesmonument op het kerkplein dateert uit 1958. De laatste categorie die ik graag met u wil bespreken zijn de penningen. En daarvoor heb ik deze kaart meegenomen. Met het randschrift
Het geschenk is het fundament van de vriendschap. De 8 zilveren applicaties in de vitrine die we daar zien, zijn eigenlijk 8 ovale pennetjes die, hoe klein ze ook zijn, allemaal een compleet verhaal vertellen. We hebben er echt heel nauwkeurig naar gekeken wat daar allemaal op staat en dan ontdek je steeds nieuwe dingen. We zagen dat bijvoorbeeld een penning die, denk ik, de handel symboliseert. En dan zie je ineens een figuur met een helmpje op en 2 vleugeltjes. Dat is de god Mercurius van de handel. Dus zo ontdek je elke keer wat nieuws. Ik rond af. Niels Steenbergen heeft een lang en productief leven gehad. Een leven dat hier in Steenbergen begon. 60 jaar lang beeldhouwer en pas gestopt toen hij stierf. Voor hem geen leven als bejaarde AOW'er, want hij werkte door tot hij er letterlijk bij neerviel. Niels Steenbergen was een verhalenverteller. Kon als geen ander bijvoorbeeld een moeilijk begrip als onkreukbaarheid in beeld vangen. Dat beeld van onkreukbaarheid staat op het gerechtshof in Den Bosch. Niel was een figuratief beeldhouwer. Een beeld moet wat voorstellen in zijn visie. Bij hem geen glaswerk uit geroest koperen staal. Wel een gedreven vakman, een verhalenkunstenaar, met nog veel werk overal hier in Brabant en ver daarbuiten tot in Israël toe. Ik koester de keren dat we samen op stap gingen om zijn werk dat niet in het archief was te fotograferen. Ik ben blij dat ik zo'n schoonvader had en dat zijn talent is doorgegeven aan mijn kinderen. Ik dank u. Ik wil u iemand introduceren. De meesten die kennen u misschien van u wel, ook mensen die hem niet kennen, maar u weet, Steenbergen heeft een rijk verleden wat bierbrouwerijen betreft, een traditie die nu helaas nog maar op kleine schaal gehandhaafd kan worden in onze gemeente. Daarom doet het ons heel veel plezier om ook Jan Peters hier te mogen begroeten. Jan Peters heeft nog maar zeer recent een belangrijke ontdekking gedaan waar hij ons graag deelgenoot van wil maken. Dat bleek dus een verklaring te zijn van Hendrik III, graaf van Nassau, heer van Breda en Steenberg uit 1504, waarin hij verklaarde dat hij zijn schout in Steenberg opdracht had gegeven om bierbrouwerij hier. En het nette resultaat is dus dat het document van Wien, dat is dus op dit moment het enige document waarin de volledige tekst van die akte van die onkunde, dat heb ik de van Steenberg, terug te vinden is. Het document zit hierin. Ik zal het even laten zien uit de verte. Niet dat u iets kunt zien hoor, maar zo ziet het er nou uit. Dus, Wilma, ik wil het dan graag aan jou geven. Oh, ja. Ja. Oké. Deze bezit me. Ik laat het snel bezorgen bij het archief 1. Je mag natuurlijk het wel een foto van maken of scannen en die inlijsten. Dit is dus de vertaling. Dat is makkelijk, Nederlands en zo snel mogelijk in. En dan nu Wilma, je hebt net een prachtig cadeau gekregen. Ik ga ervan uit dat het een mooi plekje krijgt, zodat we er allemaal van kunnen genieten. Er is nog een vitrine met een snuifdoos van Napoleon, met een zilvermandje. Daar hoort het bij, denk ik. Ontzettend gaaf om 2 zulke verschillende verhalen te horen die tegelijk de breedte en de rijkdom van ons eigen erfgoed laten zien. Het recente erfgoed van Niels Steenbergen, dat we nog op verschillende plekken om ons heen kunnen zien. En de eeuwenoude traditie van bierbrouwers die weer tot leven komt. Het meest concreet is het vestinghuis. Dit moest een ontmoetingsplek worden waar inwoners en bezoekers van alles te weten kunnen komen over Steenbergen. Niet alleen toeristische informatie, maar ook verhalen en leuke weetjes over erfgoed, geschiedenis en landschap van Steenbergen. In eerste instantie zou het vestinghuis zich vooral op de kern Steenbergen richten. Maar na een rondje langs de kern werd duidelijk dat het een betekenis voor de hele gemeente moet hebben. Het vestinghuis moet bezoekers en de eigen inwoners verleiden om ook andere plekken in onze gemeente te bekijken. En nu mag ik samen met u het vestinghuis van de hele gemeente Steenbergen open.
met recht zeg ik, de hele gemeente. Want verenigingen en vrijwilligers uit iedere kern hebben meegeholpen om de tentoonstelling vorm te geven. Iedere kern heeft een eigen plek gekregen. De onderwerpen zijn voor het grootste deel vanuit de kernen zelf aangedragen. Net als de meeste voorwerpen in de expositie. Goed mensen, ik wens u heel veel plezier met ons nieuwe vestinghuis. De plek om meer te weten te komen over erfgoed, geschiedenis en landschap en de mensen van onze gemeente Steenbergen. Hallo makker! Ook jij hier present tot dit machtige, mooie expositie-evenement? Zo zie je maar. Uit het oog verdwenen al vele jaren kunnen wij het verleden wel over een Volvo verhalen. In deze onvolprezen aan Gemaris toegewijde kerk, die hadden wij toch nooit gezien nog, vleg ik. In ons tijd konden slechts ter schuilkerken gaan. Werd dat ontdekt, dan was het met uw vrijheid gedaan. We moesten dan op het schavot komen in een rij om de straf te ondergaan. En daarvan werd ze zeker niet blij. Ten overstaan van de hele Steenbergse gemeenschap in de hoop dat een ander het ter kerke gaan wel snel vergat. Kom op kerel, waarover niet langer stilgestaan. We zijn hier om te vertellen hoe deze expositie is ontstaan. Dat kan. Een aantal jaren terug, in een andere bestuurscoalitie, vond er hier een onderzoek plaats, de Nassau-expeditie. Een van die conclusies was, mijn goede maat, dat er hier ruimte was voor een vestinghuisklimaat. Maar nu kom ik tot de ontdekking dat men dan toch wel heel erg snel vergat. Maar een eerste stap is nu gezet met deze tentoonstelling. Die duurt wat lang, maar zo is de veronderstelling dat er gezocht wordt naar een definitieve behuizing zo fijn. Voor al die erfgoedinstellingen die hier nu aanwezig zijn. Ja, hebben wij al niet wat in ons hoofd gezet? Oh man, wat gaf dat ons een pret. Wat dacht je van een mooi gebouw straks in het stadspark? Mooi centraal gelegen, het lijkt wel op Noach's Ark. Zo ook kunnen de loodsen bij Fort Hendrikus, dat is misschien wel een mooiere plek, potverdrikus. Is het niet Giel van Aert met zijn mooie plannen daar? Die kerel hoort erbij met zijn ideeën, dat is klaar. De Hinkendekring en de mensen van de archeologie, die zitten straks op elkaars knie. Doe daar ons soort schavuiten nog iets bij, dan sluiten we met de heen erbij de rij. Samen gaan we de pracht van Steenbergen promoten. Ho man, wacht even. Die gemeente moet eerst worden teruggefloten. Zie jij Steenbergen op de virtuele snelweg staan? Vissen Brabant, de vestingstedenroute, daar moet echt veel meer op komen te staan. Misschien wel op een stuk van de gemeente zelf. Op de site. Ik weet er wel wat voor. Oh, kom maar op, ik weet zo'n onderwerp of 11. Of ook met een app of een QR-code kom je een heel eind. Ja, dat is voor de jeugd nu de mode, mijn vent. Dat zou wel heel mooi zijn en biedt een mooi startpunt. Kom op gemeente, maak van toerisme een speerpunt dat in Brabant zijn weerklank kent. Dan wordt dat toerisme samen met de rest een elend. Deze expositie is echt een waardig begin. Dus zet het voor erfgoed, maar ook voor toerisme in. We zien hier zulke mooie dingen om te bekijken. En het doet ons de kijk op Steenbergen verrijken. Van Marijntje Gijzen en Keken de Congo, wie kent ze niet? De Dorpsbom in Kruisland en Sint-Joris en de Draak, witte niet? Wat dacht je van de Suikerpij uit Dinkloord? Man, daar heb je toch al veel van gehoord? Hé, hey, wat dacht je van de Spar en het Bakhuis op Neer? Van de archeologie, de potten en de kommetjes, kijk goed om je heen. Of Jaanske Vorsen, de knielkussen hier. Of de late lantaarns,
steen uit het Oudland, de bak en onze trots Niels Steenbergen. Zo plezant. Om nog te zwijgen van het rode boek met kerkgebeden. Man, dat is een echt erfstuk uit ons Zilverstad verleden. Zie, het is voor allemaal een mooie tentoonstelling. Steenbergen, alsjeblieft, breng ons geen kwelling. En gooi het in de pers en op de internetsites. Zodat heel Brabant en omstreken met een paar gigabytes weet van het mooie spul wat we hier in de kerk hebben staan. Dat vraagt om veel bekijks. De rijen buiten, die zwellen aan. Dan nog even een tip, die geldt en ieder voor hier. Bekijk alles in kleine groepjes van een meid van een man of 15 en heb dan veel plezier. Want als je met te veel mensen tegelijk naar de vitrine toe staat, komt je gezondheid er maar bekijkt af. En dan komt u toch echt, na al dat hierover gepraat, het grote moment, want anders wordt het te laat. Het moment om de tentoonstelling voor in ieder open te doen. Kom vriend, geef op die toeter en vriend een bazoen. Dat zullen we doen. Nou gaan we het inderdaad kijken. Beste collega, stap jij maar door dat papier heen. Dan komen daarna de groepjes één voor één. Dan is de expositie open voor alle gaar. Kom op, hoor je naar buiten. Zet het nu maar in de koffie maar klaar. Open.